lief naar je kijken. Ja, dat vind ik wel heel charmant van je, absoluut. Ja, heel charmant. En, maar dan dat je ouder bent geworden, dat je daar helemaal geen moeite meer van. Alweer een jaartje erop, erbij bijvoorbeeld. En dat je denkt, ja, geen moeite. Ik moet nog niet zo stoer doen. Maar ik vind wel, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat ik blij mag zijn met elk jaar erbij. Het leven als een feestje. Hoewel, Monique kent ook de kant van de dood. Als klein kind verloor ze haar vader. En als vrouw verloor ze haar zoontje Nino. Hij stierf, nog geen 2 jaar oud, aan hersenvliesontsteking. Ja, dat zijn dreunen, dat zijn enorme littekens. En ik denk dat de dood van mijn vader in eerste instantie mij wel heel erg gevormd heeft. Of mij wel op een bepaalde manier toch dat mijn leven anders is geworden. En misschien helemaal niet slechter of minder of... Ik vind dat mijn moeder dat fantastisch heeft opgepakt. En daardoor zijn we een heel hecht gezin geworden. Hoe oud was je toen? Die... Ik was nog geen 5. Maar goed, als kind, ik heb dat overleefd. Ik ben heel goed opgevangen en uiteindelijk heel erg veilig leventje geleid. Maar de dood van Nino, dat zijn dingen die zijn zo groot en zo... Nou, dat behelst zoveel pijn. En, en op de een of andere manier kun je daar als mens uiteindelijk toch nog weer mee omgaan. En dat vind ik... Ja, daar begrijp ik er eigenlijk helemaal niks van. Hoe dat werkt. In welke zin heeft Nino je, of Nino's dood of zijn bestaan, je veranderd? Nou, ten eerste was ik waanzinnig blij toen hij kwam. Want ik was al een hele oude moeder. En hij heeft me zoveel vreugde gegeven. En zelfs toen hij doodging en ik zo ontzettend verdrietig was... heeft hij me altijd toch iets gegeven. Hij heeft zoveel voor mij betekend en nog. Dus als ik vragen heb, grote levensvragen heb... zal ik het altijd eerst aan hem vragen. Hoe ga ik daarmee om? Wat zal ik doen? Wat vind jij? En vraag je dat dan aan Nino van nog geen 2? Nee. Of aan Nino die nu misschien 14 zou zijn? Ja. Aan Nino, mijn oudste zoon. Ja, dat is gek, hè? Ja, het is heel, heel wonderlijk hoe dat werkt. Ja. Heeft ze je verrast vandaag? Ja, enorm. Moeder lacht. Nou, ik weet het niet. Omdat ik, laten we zeggen, de film Turks Fruit, van 30 jaar geleden. Dus die heb je gezien. En dan zie ik nu ook Monique in het echt. En dan zie ik toch weer die Monique van toen. Zie ik af en toe terug. Die vind is ik vind geweldig. Ja, die is er. Ja. Je bent een paar jaar ouder en ik ook. Maar ik vind het zo ontzettend mooi om zo'n expressie zo van echt te zien. In plaats van op het doek. Marie, jij hebt eigenlijk de hele dag geschetst en nu zit er kleur in. Maar het is nog steeds niet op het doek, hè? Hoe werk je eigenlijk? Nou ja, dit is voor mij nog steeds een schets, alleen dan in verf. In mijn atelier ga ik aan de hand van de foto's en aan de hand van... ga ik eerst knippen en plakken en komt er nog een heel nieuw iets uit. Ik leer het gezicht hierdoor beter kennen. Ik weet nog niet hoe ik het uiteindelijk op het doek ga zetten, want ik vind dit zelf heel erg klassiek. Qua hoe het staat. Maar ik kan hiermee kan ik werken. Ja, omdat ik hou heel erg van tekenen. Maar voor een echt schilderij vind ik dat moet er wat meer in gebeuren. Ze gaan nu naar hun atelier zo dadelijk. Ja. En dan gaan ze volgens mij keihard werken. En over 2 weken komen we bij elkaar terug voor de onthulling. Elke minuut die de kunstenaars kregen om Monique in zich op te nemen, hebben ze benut. Vanaf nu zullen Solko, Peter en Marie verder moeten met alleen hun schetsen en foto's. En Monique? Zij moet nog 2 weken wachten voordat ze de portretten mag zien. Hé, hé. Zo. Hé, hé.
Het is 1 week na de eerste sessie. Als het goed is, zijn de kunstenaars flink opgeschoten met hun schilderijen. Ik ben erg benieuwd en ga als eerste kijken bij Marie Sivikov. Je hebt nu een week in je atelier gewerkt aan Monique. Maar ik zie er opeens 2. Dat was toch vorige week niet zo? Nee, dat was vorige week helemaal niet zo. Ik heb er eerst echt over nagedacht hoe ik het wilde... hoe ik haar wilde portretteren. Want hier zie je nog Monique in Turks fruit. TV die hangt er met snoeren. En in beide handen houdt ze die snoeren vast. Nou, sterker nog, ze houden allebei. Wie zijn zij tweeën dan? Ze houden elkaar vast. Wie? Het is eigenlijk 1 Monique. Maar het zijn 2 verschillende oogopslagen. En ik vond ze allebei heel mooi. Dat is ook een reden dat ik ze gewoon naast elkaar... ik ze allebei erin wilde zetten. Maar ja, dat zo'n beetje. Ik vind het ook, ik schilder het ook vooral omdat ik het ook een mooie opstelling vind, hoor. Maar... red je het in een week? Het moet wel, hè? Ja, het moet. Wordt dat dag en nacht werken? Of? Nee, dat wordt wel dagelijks werken, maar niet de nachten. Nou, heel goed. In Amsterdam treffen we Peter Smit, druk aan het werk. Dag Peter. Hoi Janneke. Oh, daar is ze. Eigenlijk vorige week was je eigenlijk ook al een heel end. Ja, dat klopt. Maar ik wil hem nog even verder brengen. Hè? Eerlijk gezegd heb ik even mijn tijd ervoor genomen om er eens over na te denken hoe ik het ga aanpakken. Ja. Want die achtergrond, dat is een... Tuschinski wil ik erin. De sfeer van Tuschinski wil ik erin. Ja, de tinten van Tuschinski zijn natuurlijk wel. Die lampen wilde ik erin hebben. En hier waren wat van die stoeltjes van Tuschinski te zien. Dat vind ik toch aardig om die sfeer erin te krijgen. En daarna ga ik hier aan de kledingstuk verder werken. En van buiten naar binnen. En dan beland ik, voor ik het weet, zit ik bij het gezicht. Dat zijn het dingen, gezicht is gaat toch... al eigenlijk heel snel. Ja, het gezicht, daar gaat het om. Nou, volgende week is de onthulling. Monique heeft verstand van kunst. Ben je zenuwachtig voor wat ze zal vinden? Ja, ik ben wel gespannen. Ja, dat vind ik wel spannend. Ja. In zijn Rotterdamse atelier aan de Maas heeft Solko Schalm al heel wat gedaan. Sterker nog, hij maakt er een hele studie van. Solko, een week geleden in Tuschinski zei ik ook al hiervan... niks meer aan doen, jij bent klaar. En nu zie ik een heel ander doek. Vertel. Ja, want dit is eigenlijk een tekening of een schets als ik dat maak. En dat maak ik eigenlijk alleen maar als de persoon erbij is. Omdat ik dan echt kan zien hoe iemand eruit ziet. En dat kan je allemaal niet verzinnen op je atelier. Nee. Ook niet met foto, daar hou ik allemaal niet van. Ik teken altijd gewoon naar de werkelijkheid, naar model. En wat ben je dan hier aan het doen? Dus hier ben ik eigenlijk, Monique, die ga ik er later opschilderen... met als basis deze tekening. Maar dan zit ik te denken van wat wil je nog over Monique erbij vertellen? En dat gaat dan in de achtergrond erbij. Dus ik heb onderdelen van het Tuschinski een beetje in mijn hoofd. En een aantal verwijzingen naar lampjes en naar film... komen bij het schilderij erbij. En dat zet Monique in een bepaalde omgeving en in een bepaald licht. Terwijl de schilderijen nog groeien onder de handen van de kunstenaars... maken wij ons al op voor de onthulling. Met welk portret gaat Monique straks naar huis? En welke worden straks geveild voor een goed doel? Het begon 2 weken geleden dat Monique van der Ven urenlang poseerde... voor 3 haar volslagen onbekende kunstenaars. Nou, nu is het zover, de portretten zijn klaar... en zo dadelijk in het Cobra Museum zal Monique van der Ven te zien krijgen... en zal zij uitkiezen welk van de 3 zij het mooiste vindt. Terwijl de kunstenaars zenuwachtig wachten... loop ik door dit prachtige, transparante gebouw van architect Wim Quist. In dit museum wordt een bijzondere kunststroming belicht, de Cobra-kunst. Wat is Cobra ook weer precies? Cobra staat voor Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Het zijn de 3 landen waar een aantal belangrijke experimentele kunstenaars van na de oorlog vandaan zijn gekomen. In de collectie van dit museum tref je uiteraard werken aan van Corneille, Karel Appel en Constant. Van deze laatstgenoemde kunstenaar is ook de nieuwste aanwinst van het museum. Het schilderij met de titel Fauna. Het is onze meest recente aanwinst. Een aanwinst dat alleen maar mogelijk was. Het is een heel kostbaar schilderij. Dankzij de bijdrage van de Bank Giro Loterij. Waar wij buitengewoon dankbaar voor zijn. Het is vrolijk en een beetje...
bedreigend. Het heeft ook iets sinisters. Ja. Als je het vergelijkt met Appel en Corneille... Ja. Heeft het werk van Constant toch iets sinisters in deze periode. En waarom is het zo belangrijk als aanwinst voor het museum? Nou, het is een van de prachtigste voorbeelden van Constant's inspiratie door kindertekeningen uit deze tijd. En hier is de inspiratiebron van onze kunstenaars. Met elke stap die Monique van der Ven zet, stijgt de spanning. Bij iedereen. Jij staat hier. Daar zijn de schilderijen, achter deze muur. Hoe voel je? Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik brand van verlangen, echt. En het rare was, ik kwam hier vanmorgen zo aan en dacht... Nou, lekker, ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd. Maar die kunstenaars die zijn zo waanzinnig zenuwachtig. Dus die steken mij nu helemaal aan. En ik word nu echt niet alleen maar... ook een beetje bang bijna. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ja, omdat het natuurlijk toch heel raar is. Omdat ik ook moet gaan beslissen. Dat vind ik er dus niet leuk aan. Je hebt niets gezien? Niets. Nou, het is bijna zover. Peter, ben jij nog lang bezig geweest eigenlijk... Ja. Aan dat schilderij? Ja, tot het laatste moment. Ja? Ja. Wat moest je er nog aan doen? Want het was al zo mooi vorige ja, week. Ja, ik wilde nog wat aan de achtergrond doen. Ik wilde het aan het gezicht doen. Herkenbaarder maken. Ja. Ja. Marie, ben jij eruit gekomen? Ja, ik was ook bijna tot het laatste moment bezig. Maar het was zulk mooi werk. Ik dacht, nu is het genoeg. Ja, ja. En Solko? Ja, ik ook tot het laatste moment. Allemaal ja. Tot het laatste moment ja. Bezig ja, geweest. Het is dat ik nu mijn kwart niet bij me heb. Anders had je nog even iets aan gedaan. Eindelijk is het zover. De schilderijen gaan in première. Nou mensen, hier staan we dan. Allemaal nerveuze snoetjes. Monique, ben je er helemaal geharnast en klaar voor? Ik ben bang. Ik ben bang. En jullie zijn ook bang. Ik ga ze één voor één onthullen. En ik zou jou willen vragen om een eerste korte reactie te geven. Oké. Nog niet. Zullen we beginnen? Hier komt het eerste portret. Oeh. Lief en zacht en mooi. Ik denk dat dit van Peter is. Denk ik. Lief, zacht, mooi en Peter. Ja. Gaan we naar doek nummer 2, Monique. En daar is hij. Monique tweemaal. Ik denk dat van jou. Nee, ja? Ja, mooi. Mooi met die Turks fruit televisie. Monique, ja, dus... het laatste doek. Onhoudbaar vind ik. Hier komt de derde doek. Oh, mooi zeg. Ontzettend lief. Hele andere kant van me. Jeetje. En nu moet ik je heel ruw onderbreken. Want ontroerend. Wij laten Monique nu alleen met de doeken. En zij gaat kiezen welk doek ze straks mee naar huis wil nemen. De onthulling gehad. Monique staat daar naar jullie doeken te kijken. Hoe vonden jullie haar eerste reactie? Ja, leuk. Geweldig. Ja? Ja. Wat was er geweldig van? Nou, dat gezicht. Heb je enig idee, Solko, wat ze, waar haar... Nee, maar dat komt ook omdat ik zelf niet zou weten wat ik zou moeten kiezen. Dus... Geen idee, echt geen idee. Volgens mij vond ze het namelijk alle drie op hun eigen manier vond ze het mooi. Als het nou nee wordt.